Terwijl die grote vlinders die wel eten, die kunnen zonder probleem een week kunnen oud worden. Sommige maanden. Hij is mooi, hè? Af de groene. De kleine zoon. Kantje heeft hij. En het leuke, hij heeft ook een onderkantje omgekropt. Het leuke van deze vlinder is ook zo die punten die hij op de achtervleugels heeft. Oh, hij is dood. Is hij dood? Oh, hij is een beetje in de stand, hè? Nee hoor, hij is helemaal niet dood. Nee? Nee, hij doet ons op. Wat we namelijk bij de dagvlinders wel eens hebben gezien in de vlindertuin, is dat ze gewoon met bosjes neervallen. Ja, dan zetten zij ze op. Sommigen leven echt naar een dagvlindertje. En hoe heet deze? Klein? Nee, uiteraard niet. Oh, en wat zit daar dan voor een beest? Dit? Oh, dat is die avondrood, maar dan... Dan rustig. Dan rustig. De huismoeder is gevlogen. Ja, dat is meestal zo. Die huismoeder blijft, is echt gewoon touchdown en weer weg. Oh, en hier is ook een, die hebben we nog niet op gezien. Dat drinken. Is... Mensen die toch veel willen drinken, die het niet kan schelen wat ze drinken. Nee, die groen is wel grappig, hè? Dat is net een blaadje. Mooi kleur groen. Prachtig. In deze kwart tekenen we ook wel meer groen bij. Mijn oude vlak op zijn... Prachtig is die, hè? Rustig. De avondrood moet je even bij dingen zien. Dit is de vliervlinder, maar die moet zo snel mogelijk los als iedereen hem heeft gezien. Het voelt ook heel vreemd, dat trillen. Het is echt alsof het inderdaad die tafel trilt. Wauw, deze is echt mooi. Is de rest naar bed? Je hebt toch een derde. Dit is een gekraagde. Vooral door de begroeiing. Grashuil. Ja, dit is hier één tegen.